Ik ben Pieter Velkoop, werk bij de gemeente Westland. En we zijn op de Water-Infodag in Den Bosch. En samen met Frederik hebben we een presentatie gehouden. Ik ben Frederik, Gevers Dijnhout. En ik werk bij Royal Haskoning DAV. En Pieter heeft daar met name een presentatie gehouden over hoe zij omgaan met de problematiek die ze hebben in de drukriolering. En ja, waar het zoeken naar oplossingen en methodieken om die oplossingen te maken, gebruik maken van de data die er is. Nee, en wat wij proberen te doen is te kijken van ja, wat zijn nou de problemen waar Westland het meest mee zit. Te kijken van ja, wat moet je nou oplossen en wat heeft het meeste impact. En zo zijn we aan het kijken van nou ja, in essentie is het zo dat het drukrioleringsstelsel bij Westland, dat we gekozen om dat te laten liggen en om dat optimaal te benutten, ja, kan niet iedereen er tegelijkertijd gebruik van maken. Dus we kijken even van oké, ja, wie mag nou hoeveel eigenlijk lozen. Er zijn een heleboel telers en glastuinbouw. Dus we kijken enerzijds van ja, zijn er mensen die niet te veel in één keer door dat systeem heen denderen, dus die aan het lozen zijn. Zijn er niet partijen die gedurende de dag, op dagniveau eigenlijk, gewoon er meer gelijkmatig, maar per dag te veel doorheen sturen? Of is het zo dat er misschien hemelwater of regenwater inderdaad op het systeem zitten? Nou, wat wij willen voorkomen is dat we nu in één keer een heel groot computerprogramma krijgen. Dus we hebben afgesproken, we gaan simpel beginnen. Hemelwater, draaitijden, dat draait. En dan gaan we met de jongens op de werf gaan we kijken van nou, dit programma hebben we nu, hoe willen we mooier maken, wat wil je zien, wil je het geografisch hebben, hoe wil je selecties kunnen maken. Niet dat wij denken van wat willen zij zien, maar zij geven aan ons aan, zo willen we het hebben, dan gaan we het maken. Want we willen gewoon veel meer gebruik maken van de systemen die we hebben. En dat je dan ook je voorspellingen kan doen. Want voor hetzelfde geld hebben we nu een probleem. Dus dat is iemand die een melding doet dat hij een probleem heeft, maar is het nu bij hem kapot of is het... heeft hij last van anderen? En het systeem kan dat, gooit het er automatisch uit. Het grote voordeel is ook, wat ik al zei, we zijn een regiegemeente, dus je moet mensen inhuren. En wat nu als we volgende week een ander gaan inhuren, gaat hij dan op dezelfde manier ernaar kijken? Nou, het programma, ja, het programma die zult alles op dezelfde manier beoordelen. En dan kan je je prioriteiten maken van waar heeft het meeste zin dat ik mijn tijd in ga steken? Dus we hopen gewoon heel veel tijdwinst te halen en op het moment dat we dus de foute gevallen eruit halen, dat ook je bestaande systeem langer meegaat en dus ja, kosten bespaart eigenlijk.